Bij de aanwerving van om te even welk personeelslid, of dat nu een eerste werknemer of volgende werknemer zijn, is die loonkost natuurlijk, ja, die moet echt wel op voorhand goed berekend zijn, zodat je weet waar dat je voor staat. Maar ik ga meestal wel naar de website van de RSZ zelf om dat na te rekenen. Als je die oefening gedaan hebt, zijn er daarna ook geen verrassingen, want daar zijn die tools op die website van RSZ en Sociaal Secretariat echt wel de basis om je loonkosten te berekenen. Wat ik zou aan mensen die overwegen om personeel aan te werven zou willen meegeven, is ja, één, dat ze zich niet mogen laten afschrikken door de mogelijke administratieve berg die op hen afkomt, want die berg is eigenlijk niet zo hoog. En bovendien ja, is dat eigenlijk heel goed begeleid door mensen van de RSZ zelf.